Edelweiss, Edelweiss. Ik ben Merel Huizinga, mezzosopraan en oprichter van Stichting Philomela. Ik zing voor bewoners van zorginstellingen, voor kinderen en voor vluchtelingen, nieuwkomers, migranten. Doen we allerlei projecten omdat ik merk dat muziek mensen optilt en soms mensen ontroert. Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam. Ouderen die zijn vaak geïsoleerd en door te zingen of samen te zingen komen ze uit hun isolement. Soms zijn ze heel onrustig en worden ze rustig van de muziek. De mensen hebben het sowieso gezellig samen, is ook belangrijk. Muziek is ook iets wat het langste blijft. Als mensen helemaal niet meer, soms hebben we mensen die helemaal niet meer praten. Dat hebben we ook vaak meegemaakt in de zorginstellingen. Een meneer die helemaal geen contact meer met iemand had en na het concert gewoon begon te praten, weer tot leven kwam. Dus het activeert iets in de hersenen wat fijn is voor mensen. Met nieuwkomers hebben we een koor. We zingen Amsterdammers met nieuwkomers en expats samen. Volstrekt gelijkwaardig is dan iedereen, want vaak is een vluchteling zogenaamd dan minder. Maar in zo'n koor is iedereen gelijkwaardig. Muziek verbindt, want muziek heeft geen paspoort. Het geeft mij heel veel vreugde en het is gewoon echt heel fijn om te doen. Ik heb dan talent om te zingen, maar ik vind het heel fijn om dat talent te gebruiken en in te zetten. Lief zijn voor elkaar. Amsterdammer te zijn.